Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van het passiefinkomen.nl. In deze video gaan we kijken naar het nieuws van de laatste paar dagen. Eerdere video's met telkens een beursupdate werden namelijk goed bekeken. Het is natuurlijk omdat het waarschijnlijk actueel is, dat mensen op zoek zijn naar informatie. Maar het is ook interessant om te zien wat andere mensen vinden, hoe andere mensen tegen dingen aankijken. En in dit geval gaat dat dus waarschijnlijk over mij. Of lees je misschien de reacties onder deze video. En al die informatie die je dan weer tegenkomt, zet je natuurlijk aan tot nadenken, tot misschien ander onderzoek doen, extra onderzoek. En doe dat ook vooral, want alles wat je in deze video ziet is dus mijn visie, mijn mening. Ga vooral ook zelf onderzoek doen bij de punten die je interessant vindt om tot een eigen mening en conclusie te komen. En eventueel daar dus op te handelen en niet alles zomaar overnemen wat je in deze video ziet, omdat dat mijn mening is, dat dat de juiste is, want dat is zeker niet het geval. Maar laten we nou eigenlijk gaan kijken naar het grote nieuws van gisteren en misschien ook wel een historisch moment. En dat waren de olieprijzen, want de Amerikaanse olie was gisteren op de futuresmarkt negatief met min $40 bijna. Het ging dan om het contract voor de maand mei en dat betekende dus dat je een contract had en dat je tegen die prijs dan olie moest afnemen. Het gaat dan om 1000 vaten olie voor die prijs. Nou, tegen dat geval van tevoren lag het zeg maar rond de $20. Dat betekent dat je dus $20.000 betaalt voor 1000 vaten olie. Maar naderhand gedurende de dag, omdat die dag, ja eigenlijk was dat niet gisteren, maar vandaag zou het dan het contract aflopen voor de maand mei. En ben je dus verplicht om die vaten af te nemen als je die future in bezit hebt. Heel veel handelaren hebben de capaciteit niet om die olie ook aan te nemen en ergens op te slaan. Dus die wilden graag van deze future af. En dat deden ze dus ook door er eventueel nog bij geld bij te geven. Dus wanneer jij de ruimte had om olie ergens op te slaan en het dus op te gaan halen, kreeg je aan de ene kant de future en ook nog eens $40 te goed per vat olie. Nou, dat keer 1000 betekent dat je $40.000 erbij kreeg. Maar aangezien dat dus voor de meeste mensen moeilijk is, opslag is moeilijk, zou er wel in de juiste situatie veel geld mee kunnen verdienen. Maar dat geldt dus niet voor beleggers zoals jij en ik. Want gaan we juist kijken naar die opslag van olie, dan gaan we, in dit geval ga ik in ieder geval kijken naar Vopak, een Nederlands bedrijf, of in ieder geval een bedrijf wat ook volop in Nederland actief is. En die zijn toevallig ook vandaag met kwartaalcijfers gekomen. Ze hebben eigenlijk niet volop kunnen profiteren van de situatie dit jaar. Dat heeft ermee te maken dat ze de laatste jaren juist capaciteit hebben afgebouwd. Dat ze 10% minder capaciteit hadden dan enkele jaren geleden. En juist nu zou capaciteit natuurlijk leuk zijn geweest, dat er meer klanten olie willen opslaan bij hun. Maar kijken we naar die kwartaalcijfers, dan gaan we vooral letten op zeg maar de bezettingsgraad. En in dit geval hoeveel procent van hun opslag is gevuld. En dat is binnen al hun opslaglocaties wereldwijd geldt dat voor 86%. En dit geldt dan voor het eerste kwartaal. We zijn inmiddels alweer een paar weken verder. Dus het zal waarschijnlijk wel zijn toegenomen aangezien de olieprijzen laag staan. Dan is het gewoon heel erg aantrekkelijk om olie op te slaan. Daar zijn natuurlijk al kosten mee gemoeid. Maar misschien op lange termijn kun je op die manier toch nog geld eraan verdienen. Maar dat die koers van olie zo laag is, dat heeft natuurlijk nog steeds te maken met dat het aanbod nog steeds groter is dan de vraag naar olie. We hebben al gezien dat landen, de OPEC Plus, al afspraken met elkaar hadden gemaakt. Dat ze 10% minder productie gingen doen. Alleen ja, iedereen had gehoopt, of in ieder geval verwacht, op minstens 30% afname. Omdat juist die vraag ook zo extreem is afgenomen. En omdat die productie dus niet even sterk is afgenomen als dat de vraag is afgenomen, hebben we eigenlijk nog steeds een productieoverschot. En dat verklaart natuurlijk ook deze aparte prijs op de oliemarkt. Maar ook zeker naar de toekomst gericht is dat heel erg belangrijk. Wat verwachten we de komende tijd? Of welke prijs is belangrijk? Laten we daar eerst naar kijken. Welke prijs is belangrijk voor die oliebedrijven, voor die olieaandelen? Daarvoor kijken we naar een artikel van The Guardian eerder deze maand. Kijken we naar ExxonMobil. Zij hebben een break-even bij een olieprijs van $74 per vat. Voor Shell geldt dat bij $65 per vat. En BP doet het eigenlijk heel erg goed bij $53 per vat. Maar dit zijn nog steeds allemaal prijzen die ver boven de prijs van olie op dit moment is. En dan hebben we nog wel verschil tussen Brentolie, waar uit de Noordzee komt, of de Amerikaanse olie. Maar beide van deze olies, ja, die kosten zijn gewoon, of die prijzen zijn gewoon veel lager dan de prijzen die we hier zien, waar bedrijven dus break-even op moeten spelen. En dat betekent dus dat bedrijven zoals Shell, BP, ExxonMobil het gewoon heel erg moeilijk hebben op dit moment, überhaupt tegen deze koers kunnen ze geen winst maken, omdat toch eigenlijk alle processen doorlopen en dat soort dingen. Dus ja, het is gewoon een heel erg moeilijke tijd en dat zal ook best wel blijken dadelijk in de koersen van deze aandelen. En de vraag is dan ook vooral, wat gaat olie de komende tijd doen? Nou, we zagen dus dat contract voor mei, dat ging negatief. Nou gaan we inmiddels alweer naar het contract van juni, maar we kunnen ook kijken naar de contracten voor de rest van het jaar.
En dan zien we dus voor juni dat het nu op $12 staat, zeg maar. Ook weer flink gezakt vergeleken met eerder, want toen stond het nog boven de 20. Maar gedurende het jaar loopt het wel iets op tot uiteindelijk net geen $30 op het einde van het jaar. En hoewel de prijzen dus toenemen, is dat nog steeds ver onder het gemiddelde of onder de prijzen van de laatste jaren. Want kijken we naar de laatste paar jaar, dan lag het telkens zo tussen de $50 en $75. Nou, voor dit jaar komen we dus waarschijnlijk niet eens boven de $30 uit. Maar wat zeggen deze olieprijzen nou eigenlijk? Want misschien heb jij helemaal geen aandelen, net zoals ik. Ik heb ook geen aandelen in Shell. Maar toch is het interessant om naar olieprijzen te kijken. Omdat eigenlijk olieprijzen ook een beetje een afspiegeling zijn voor de economie. Zeker op de korte termijn, op de toekomstige korte termijn. Dat wil eigenlijk zeggen, wanneer olie goedkoop is, is het vaak goed voor de economie. Omdat het goedkoop is om te produceren. Alleen nu zitten we in een heel andere situatie. Economieën, heel veel productie ligt stil. En hoewel heel veel sectoren hiervan zouden kunnen profiteren van deze lage olieprijzen, kunnen ze dat op dit moment niet, omdat ze gesloten zijn. Enkele grote afnemers zijn bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, cruiseschepen. Ja, dat ligt allemaal helemaal stil. Maar ook gewoon het wegverkeer op de weg ligt stil. Jij en ik rijden lang niet zoveel als dat we misschien een maand of twee maanden geleden deden. En ook de industrie ligt stil. Kijk maar naar misschien het bedrijf waar jij werkt. Autofabrikanten, fabrieken liggen stil. Er wordt niet geproduceerd. Dus er hoeft ook niks vervoerd te worden over de weg, over de zee. En dat zien we eigenlijk ook terugkomen in energieprijzen. Dus niet alleen van olie, maar kijken naar elektriciteit. De laatste paar dagen hebben we regelmatig gehad, aangezien het natuurlijk best wel zonnig is geweest en heel veel wind de laatste dagen, dat op sommige momenten zelfs ook daar een negatieve prijs was. Dat wilde zeggen, aangezien kolencentrales, energiecentrales, kerncentrales toch gewoon doorgaan en die wind, die schone energie eigenlijk erbij komt, dat we in één keer een overschot hebben van energie, dat willen ze dus kwijt. Dus als je als bedrijf zijnde in ieder geval, dan had je daarvan kunnen profiteren, want dan kreeg je en de stroom en geld erbij, zodat het netwerk niet overbelast werd. En zo zie je dus maar dat we eigenlijk in heel gekke tijden zitten. Natuurlijk wisten we het al, maar ook dus een beetje richting de toekomst gekeken. We zien dat olieprijzen in ieder geval de futures nog niet zo heel erg hoog staan. Dus de verwachting is ook dat de economie de komende maanden gewoon lager zit dan het niveau wat we eerder zagen. En dat herstel nog wel heel veel tijd nodig gaat hebben natuurlijk. En als je nou wel specifiek op olieaandelen gaat zitten, ben dan gewoon heel erg voorzichtig. Houd er dus rekening mee dat olieprijzen nog lange tijd laag zijn. Dat het ook lager zijn dan wat de meeste bedrijven nodig hebben om break-even te spelen. Dus dat ze zeker op korte termijn geen winst te halen. En koop je nou een aandeel omdat het juist heel erg laag staat, een heel lage koers, en zie je nog dividend. Als dat natuurlijk lang aanhoudt met deze prijzen, kan het zomaar zijn dat een bedrijf, bijvoorbeeld zoals Shell, misschien het dividend gaat verlagen, misschien gaat schrappen. Juist alles om voor de lange termijn in ieder geval het bedrijf zeker te stellen. Dus ga zeker niet alleen investeren omdat de koers laag is en dat de dividend eigenlijk hoog is. Want de dividend is zeker geen zekerheid. En waar je iets minder voorzichtig op mag zijn, dat zijn de knoppen onder deze video. Dus geef zeker een duimpje omhoog als je het een leuke video vindt. En abonneer je op het kanaal als je nog meer van dit soort video's wilt zien, ook in de toekomst. Laten we vervolgens dan gaan kijken naar de kwartaalcijfers, want veel bedrijven maken deze week of komende week hun kwartaalcijfers bekend. We zagen dat vorige week in die video al met Amerikaanse banken die toen al cijfers bekend maakten. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar gisteren, dan was dat bijvoorbeeld Flow Traders die kwartaalcijfers bekend maakten. Die moeten natuurlijk hebben van heel veel handel op de beurs en dat is natuurlijk nu wel het geval. Ook Vopak, zoals we net bespraken met de opslag van olie. En ook Adyen, de betalingsverwerker. Laten we daar vooral even naar gaan kijken. Want we zien een flinke stijging in ieder geval in het volume bij Adyen. Dat is 38% vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. En op zich ben ik niet zo geïnteresseerd in Adyen zelf, maar vooral in de klanten van hun. Want dit zijn enkele van de grootste bedrijven ter wereld waar Adyen de betalingen voor doet. En denk hierbij dan bijvoorbeeld aan Uber, Spotify, Netflix, Rituals, De Bijenkorf, EasyJet. In ieder geval een goed inzicht dus in retail, zowel online als in de winkelstraten. En Adyen had dan ook twee grafieken in hun kwartaalcijfers staan die ik in ieder geval erg interessant vond. Omdat dat eigenlijk meer een beeld geeft over het volume, over de betalingen die zij verrichten. In de eerste zien we dan het volume in Q1, dat eigenlijk wel flink gedaald is, zeker in maart. Het gaat eigenlijk goed tot en met week 9, maar vanaf dat moment zie je het flink dalen. In dit geval zie je dan nog een totaalvolume en het onderdeel travel, dus reizen. En dit kan natuurlijk EasyJet zijn, online boekingsplatformen en dat soort dingen. Dat zien we zelfs afnemen tot 90% daling eigenlijk.
Kijken we naar de volgende grafiek, dan zien we eigenlijk retail versus online retail. Nou, dat gaat eigenlijk heel erg goed tot en met week 8. Ook weer begin maart eigenlijk dat we verschillen gaan zien. Dan zien we in ieder geval in één keer een in-store, dus in de winkelstraten, neemt het volume af. Terwijl eigenlijk online het dan nog een beetje gelijk blijft, maar vooral vanaf week 11 wordt dat verschil steeds groter. Neemt online best wel hard toe tot, ja, eigenlijk in Q2 al in ieder geval plus 40%. Maar ja, dan zit in ieder geval de winkel in-store retail zit dan weer op min 90%. En uiteindelijk hebben we dan ook een beetje dat het totaal van het volume zo een beetje schommelt tussen de min 10 en min 30%. En nou zegt Adyen wel onder deze tweede grafiek dat dit niet overeenkomt met de omzet, zeg maar, bij kassa aankopen, bij kassa omzet in winkels. En natuurlijk zal dat voor een gedeelte wel kloppen, maar het zal natuurlijk ook vooral zo zijn gedaan om deze bedrijven, hun klanten dus een beetje te beschermen. En dat we niet te veel waarde gaan hechten op dit moment aan deze cijfers. Maar ga er maar vanuit dat er in winkels gewoon heel erg veel omzet gemist wordt. En de komende 2 weken komen dus heel veel bedrijven, of misschien bijna wel alle bedrijven, met hun kwartaalcijfers over het eerste kwartaal. En waar moet je dan vooral op gaan letten? Nou, zoals gezegd, ik let niet eens zo heel veel op de kwartaalcijfers. Natuurlijk wel van de bedrijven waar ik aandelen heb, maar van bedrijven waar ik geen aandelen heb, die zijn soms toch interessant. In dit geval bijvoorbeeld Adyen. Dan kijk ik niet naar het bedrijf zelf, maar vooral wat dat voor impact heeft op de rest van de economie. Waar dingen waar ik iets van kan leren. En ik kijk ook vooral wat het bedrijf zelf denkt over Q2, het tweede kwartaal. Of misschien over de rest van 2020. Zeggen ze daar iets over? Schrappen ze hun vooruitzicht en komen ze met een nieuwe voorspelling, een nieuw vooruitzicht? Soms schrappen ze het alleen maar en komt er dus helemaal niks. Soms lees je tussen de lijnen door een beetje wat ze verwachten. Maar dan benoemen ze dus niet heel specifiek. En dat zagen we ook eigenlijk bij Coca-Cola. Coca-Cola had ook kwartaalcijfers bekendgemaakt. Het presteerde in ieder geval beter dan voorspeld door analisten. Ze hadden in ieder geval meer winst en meer omzet dan verwacht. Het was een beetje gelijk met vorig jaar, een klein beetje in de min. En toch stond het aandeel ook gewoon een paar procent in de min. Terwijl het dus eigenlijk beter presteerde dan analisten hadden verwacht. Dus je zou zeggen, op basis van de kwartaalcijfers gaat het best wel goed. Waarom gaat het dan met het aandeel, met de koers niet zo goed? Dat is omdat we een beetje tussen de regels door kunnen lezen wat ze eigenlijk verwachten voor het komende kwartaal, of in ieder geval voor de rest van het jaar. En dan zien we dat eigenlijk Coca-Cola voor de helft van hun omzet afhankelijk is van consumptie buitenshuis. Dus wat mensen misschien op een terrasje, tijdens een evenement en dat soort plekken eigenlijk nuttigen. Ja, dat is gewoon ook in Amerika. Eigenlijk overal ter wereld heeft dat gewoon een enorme klap gekregen en zal ook nog wel even deze klap blijven behouden. En zelf omschrijven ze dat als dat ze een flinke verandering verwachten van gedrag in het tweede kwartaal. En we zien uiteindelijk wel dat dus 25% daling van hun wereldwijde afzet in april was. Dus dus gewoon voor een kwart heeft Coca-Cola hier de afzet doorzien dalen. Alleen in de maand april. Nou, ga er maar vanuit dat het in mei ook nog wel voor een groot gedeelte is. En de komende maanden zal het misschien wel iets herstellen als restaurants en zo wel weer open gaan. Maar aangezien evenementen, ik denk vooral overal in Europa eigenlijk wel, voor de rest van het jaar eigenlijk wel gecanceld worden, zal dat een enorme klap zijn voor Coca-Cola. En dan komen we daarmee aan bij het laatste onderdeel van deze video. En dat is, waar let ik op? En hoe probeer ik daarvan te profiteren? Nou, dat begint er natuurlijk gewoon mee dat ik zoveel mogelijk nieuws probeer te volgen vanuit verschillende bronnen. Het gewone nieuws, echt financieel nieuws. En zoveel mogelijk informatie ook probeer te combineren met elkaar. Of in ieder geval verbanden probeer te zien. Kijk bijvoorbeeld naar die oliefutures, wat dat voor effect heeft op de economie. Dus niet alleen op olie, maar ook op de rest van de economie. Wat doen kwartaalcijfers van de laatste tijd dus? En wat zullen ze eventueel voor effect hebben op het tweede kwartaal of de rest van 2020? Wat zeggen bedrijven daar zelf over? Maar kijk ook bijvoorbeeld naar huizen verkopen of bijvoorbeeld werkloosheid in Amerika. Want het kan wel zo zijn dat bedrijven misschien goed presteren of heel veel positiviteit hebben. Maar als mensen niet kunnen of willen investeren of geld willen uitgeven door bijvoorbeeld een huis te kopen, een auto te kopen omdat ze geen grote uitgaven willen doen, omdat ze dat niet willen. Je hebt ook nog de andere kant, als ze geen baan hebben of minder inkomen hebben, dat ze het niet eens kunnen. Dus ja, ga niet alleen kijken naar bedrijven. Kijk ook vooral wat consumenten kunnen en willen doen. En zelfs dan zijn we natuurlijk nog heel erg afhankelijk van wat overheden zeggen. We zien natuurlijk in Amerika dat Trump de economie wel open wil gooien. Terwijl eigenlijk heel Europa alle maatregelen juist verlengt voor de komende tijd. Natuurlijk zien we wel een beetje afbouw. Maar over het algemeen geldt dat we zeker nog tot halverwege mei in heel veel landen gewoon met een lockdown te maken hebben. En dus vraag ik me af van Amerika, een land wat
in ieder geval na Europa pas eigenlijk te maken kreeg met het virus, maar wel weer eerder open gaat dan Europa. Dus een heel korte tijd eigenlijk dicht is geweest. Dat is natuurlijk voor de economie best positief op de korte termijn. Maar wat zijn de effecten hiervan juist op de lange termijn? Krijgen zij wel een tweede golf, een veel grotere tweede golf? Zeker omdat de gezondheidszorg daar sowieso al anders is dan hier in Europa. En zelfs als het overal weer open gaat, wanneer dat ook mag zijn, dan kunnen we natuurlijk te maken krijgen dat het gedrag van mensen gewoon heel erg veranderd is. Even terugkomend op olie, dat zal waarschijnlijk nog jaren nodig hebben om weer op het oude niveau terug te komen. Dat zeggen ze namelijk ook over de luchtvaart. Het is niet zo dat mensen in één keer weer gaan vliegen. Sowieso dit jaar niet. Volgend jaar zullen ze ook nog wel voorzichtiger zijn. En eigenlijk om weer op het oude niveau terug te komen. Ze zeggen het al dat het 5 jaar kan duren. Maar ook dingen die juist wel snel veranderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn online shoppen of aparte betalingen, contactloos betalen, online betalen, dat soort dingen. Juist de laatste tijd heel veel veranderingen erin. Niet omdat mensen het per se willen, maar ook weer omdat ze juist moeten. Als bepaalde winkels dicht zijn, kun je nog wel online kopen. Dus heel veel mensen is dit misschien ook wel de eerste keer dat ze ervaring krijgen met dit soort dingen. Dat ze gebruik maken van diensten die ze eerder nog niet gebruikten. Bijvoorbeeld Zooms of Teams, noem het allemaal maar op. En dit kan er dus voor zorgen dat mensen van gedrag eigenlijk een impact heeft op hun gedrag. Misschien gaan we over een paar jaar wel veel meer thuiswerken, of misschien wel op korte termijn veel meer thuiswerken, omdat we hebben gezien dat het mogelijk is, dat sommige mensen het best wel fijn vinden. Volgens mij zelfs de helft van de mensen vindt het fijn. Misschien doen we het 1 dag in de week. Er wordt dus minder gereden, dus ook dat heeft wel impact op olie. Op vastgoed heeft het een impact, want misschien hebben we wel niet zoveel kantoorruimte meer nodig. Allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat door deze verandering dat we op lange termijn grote effecten kunnen zien. En hoe probeer ik dan hiervan te profiteren van deze situatie? Nou, aan de ene kant begint dat gewoon door heel erg veel geld achter de hand te houden. Ik heb de laatste paar weken in ieder geval niet heel veel gekocht. Volgens mij dit jaar de eerste paar maanden voor 7 of 8000 euro extra geïnvesteerd. Maar de laatste paar weken heb ik dat eigenlijk geen echte extra aankopen gedaan. Dat heeft ermee te maken dat ik vond dat de markt weer te hard herstelde, te hard omhoog ging. Waarschijnlijk heeft dat te maken met ook de opkoopprogramma's van zowel de ECB hier in Europa als van de Federal Reserve in Amerika. Dat heeft gewoon, natuurlijk, het is ook de bedoeling dat daardoor het marktsentiment positief gaat worden. Alleen de stijging die we nu zagen, met eigenlijk het nieuws wat ik eerder in deze video al besproken heb, vind ik niet dat de koersen zo hard kunnen stijgen of hadden mogen stijgen. Dus ik verwacht nog een daling. En daarom hou ik dus ook veel geld achter de hand, dat mocht die daling komen, dat ik juist dan ga investeren. En hoe hard het gaat dalen en wanneer precies, ja, dat is een beetje afhankelijk van ten ene kant de kwartaalcijfers, hoe regeringen daarop gaan reageren met programma's, wat overheden doen wat betreft maatregelen. Hebben we al versoepelingen en werken ze? Of zien we bijvoorbeeld in Amerika over 2 maanden of binnen een maand misschien alweer een piek, waardoor toch weer maatregelen worden teruggedraaid? Dat heeft natuurlijk heel erg veel impact op de koersen. Maar ja, gaan ze eenmaal dalen? En ik hoop aan de ene kant dat dat gaat gebeuren, natuurlijk wel voor korte termijn. Dan ga ik natuurlijk, zoals gezegd, volop investeren. En dat doe ik door middel van dollar cost averaging. Wat dus inhoudt dat ik gewoon aandelen, misschien die ik al heb, blijf kopen. Ook al daalt de prijs, zijn het aandelen waar ik nog steeds in geloof, waar ik denk dat ze in principe te goedkoop zijn, dan pak ik ze natuurlijk graag tegen die prijs op. En door telkens de aankoopprijs te verlagen, wordt de gemiddelde aankoopprijs van mijn aandeel dus ook lager. En op de lange termijn, als het aandeel herstelt, kan ik op die manier meer rendement maken. En in eerste instantie zal ik dat alleen doen op aandelen die ik al nu in mijn portefeuille heb zitten. Of misschien een paar aandelen die ik al eerder besproken heb in interessante aandelen. Een serie die ik elke maand maak. Ik zal hem daar even linken naar de laatste versie. Want heel veel mensen vroegen vorige week van, je bespreekt Albemarle niet. Is dat geen interessant aandeel? Was ik weer een beetje vergeten. Maar ja, dat zijn wel aandelen waar ik misschien de komende tijd eens naar ga kijken. Dat mocht de daling doorzetten, of in ieder geval mocht er een daling komen, of dat dan de juiste momenten zijn om die aandelen te kopen. Maar er zijn ook posities die ik heb waar ik misschien nu wel weer een beetje anders over ga nadenken. Meer over ga nadenken, meer over ga uitzoeken. En dat heeft dan vooral te maken met vastgoed. Nou, winkelvastgoed, zoals jullie weten, was ik al niet zo van. Maar ja, dat zit wel in de Van Eck ETF die ik heb, de Global Real Estate. Er zit natuurlijk een heel erg groot gedeelte Amerika in, maar ook dus winkelvastgoed. Nou, zag ik wel aankomen dat het de komende jaren natuurlijk lastige jaren zouden worden. Maar ik denk door deze crisis dat het alleen maar versneld wordt. Dat er misschien winkels failliet gaan. Dat er uiteindelijk mensen misschien eerder mee ophouden.
kleine zelfstandigen die denken van ik geloof het wel, in plaats van dat ik meer schuld ga opbouwen, ik sluit mijn winkel als dat mogelijk is en ik geloof het wel, dan komt er misschien niets in. Dus ik denk dat vooral winkelvastgoed vast wel weer een klap gaat krijgen. Kijken we bijvoorbeeld weer naar het veranderende gedrag. Mensen die meer thuis gaan werken. Ook kantoren zullen dan minder nodig zijn. In ieder geval minder oppervlakte nodig zijn. Dus ook dat is weer een onderdeel van vastgoed. Waar ik denk wel grote verschuivingen zie. En er zijn natuurlijk sectoren binnen vastgoed die er wel van zullen profiteren. Denk aan distributiecentra waar ik al op het focussen was. Zorg waar ik nog steeds in denk. Dat zorg vastgoed echt wel een onderdeel is. Wat toekomst heeft. Dus ja, misschien ga ik wel iets verschuiven binnen die positie. Moet ik een verlies nemen? Weet ik niet of ik dat ga doen. Dat wacht ik eigenlijk de komende weken, maanden af. En ik ga een beetje kijken wat dan de ontwikkelingen daarin zijn. Maar laten we ook vooral samen bespreken wat we denken. Wat is jouw visie? Wat is jouw plan? Welke dingen zie jij? Vallen jou op? Laten we het in ieder geval bespreken in de reacties onder deze video. Of in onze Discord chat waar we met meer dan 2000 mensen onder andere over dit soort onderwerpen praten. En natuurlijk probeer het dan wel te onderbouwen en zeg niet alleen ik koop nu voor 1000 euro Shell, maar waarom koop je 1000 euro Shell? Waarom op dit moment? Hoe zie jij de toekomst? Dat we allemaal een beetje kunnen leren van elkaar. Want dat is natuurlijk eigenlijk altijd de bedoeling van dit kanaal en van de community. Dat we leren van elkaars visie, van ervaringen, fouten die we maken. Dat als één iemand ze maakt, de rest ze niet hoeft te maken, maar er juist van kan leren. Dus laat het op die manier behandelen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jij interessant vindt. Kan ik daar meer video's over maken? En je helpt natuurlijk het YouTube-kanaal, want meer mensen krijgen deze video dus aangeraden. Krijgen hem te zien. En op die manier kun je ook meer mensen helpen natuurlijk. En wil je zelf nog meer video's zien van dit kanaal, maar ben je nog niet geabonneerd? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder ergens op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zie ik je graag terug bij de volgende video.